Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen beste mensen. We zijn weer klaar voor om een mooie workout aan te bieden. Vandaag heb ik bij me. En? Nigel. En ze hebben er zin in. Dit is een workout die op verschillende niveaus uitgevoerd kan worden. Dus eventueel ook wat lichter als je graag zegt van nou, ik wil even iets rustiger trainen. Dat kan dan heel goed. Dus ga zo meteen lekker met ons mee. We gaan zo meteen even rustig stappen op de plaats. Daar gaan we mee starten. En voor Nigel en Roger wordt het eigenlijk een beetje een hersteltraining. Na alle workouts. Let op, we gaan naar een sidestep. Waarbij je rustig je been opzij zet. Je buik door in je knie. Om en om. Romp recht. En je kunt ervoor kiezen om eerst het ene been te doen. Dan wissel je nu naar het andere been. Of je doet ze om en om. Nog 5 seconden. Dan zet je je voeten onder je heupen. Dan gaan we skiën. Eerst stappen en dan gaan we zo meteen gaan we skiën. Roger denkt, hoho. Nog niet. Let op, komt ie aan. Yes. Neem je armen mee. Kijk, en Nigel laat al zien door op je tenen te komen dat je hem iets groter maakt. Uiteraard hoe dieper je zakt in je benen, hoe zwaarder dat die wordt. Nog 15 seconden. Je optie voor thuis, als je graag de workout in een stoel wil doen, is natuurlijk alleen het bewegen van de armen, eventueel de benen een beetje mee op de tenen laten komen. Nog 3 seconden. Dan gaan we stappen op de plaats. Hopen dat je het al een klein beetje warm begint te krijgen. En dan gaan we naar een V-pas. Begin met het rechterbeen. Breed, breed, smal, smal. Breed, breed, smal, smal. Hoe groter je de pas maakt, hoe intensiever dat die wordt. Eventueel mag je ook je armen meenemen. Is een optie. Hoeft niet per se. Wissel. Breed, breed, smal, smal. En dan gaan we weer stappen op de plaats. Heel goed. En dan beginnen we over 5 seconden weer met die sidestep. Yes, stap uit. Zak door in het been waar je mee uitstapt. En je kunt ervoor kiezen om hem om en om te doen. Je pakt hem eerst aan één kant. Dan ga je over 5 seconden wisselen naar de andere kant. En wissel. Je romp mooi lang. Nog 10 seconden. Kom op. En dan gaan we weer stappen op de plaats. Even weer rust in je ademhaling. Heel goed. Zet je voeten weer weg. We gaan weer skiën. Neem je armen mee. En je lichter optie is gewoon je beweging, zijn uitslag kleiner te maken. En dan beweeg je gewoon veel kleiner. Geeft helemaal niks. Mag gewoon. Ieder traint op zijn eigen niveau. 15 seconden nog. Kom op. Nog 5, 4, 3, 2,
En stappen maar. Over 5 seconden gaan we weer naar de V-pas. Breed naar voren, smal naar achter. Breed, breed, smal, smal. Wil je de intensiteit verhogen, dan ga je wat dieper zakken in die benen. Op het moment dat je naar voren stapt. En als je hem op de stoel doet, zet je gewoon je voeten breed naar voren en haalt ze terug op de stoel. Nog 5 seconden. En stappen. Heel goed, neem je armen lekker mee. Gaat het goed, jongens? Ja, ja? Mooi zo. Let op, we gaan knie heffen. Linkerknie, dus je laat je rechterbeen staan. En je linkerknie tot heuphoogte. Is het te hoog? Maak hem gewoon wat kleiner. Je optie is om je tenen iedere keer aan te tikken. Dus dan hou je je voeten aan de vloer. Kan eventueel ook op stoelen. Even je knieën een stukje optillen. Wissel van kant. En stappen. Heel goed. Dan gaan we zo meteen naar de hakbil. Alleen rechts. Yes. Alleen je rechterbeen. En dat kun je rustig doen. Buig je knie. Standbeen uit het slot. Heel goed. Hoe hoger je tempo, hoe zwaarder dat die wordt. En we gaan stappen. Ja, we zijn meteen naar de andere kant. Kom op. Een beetje warm. Ja, ja. En wissel. Andere kant. Kom op. Kan je tempo hoog doen? Kan je tempo laag houden? 10 seconden. En stappen. Over 5 seconden gaan we naar een staptik. Dubbel staptik. Yes. Je kunt hem klein houden door gewoon 2 stapjes te maken. Of je neemt je armen mee, dan maak je hem wat groter. En wil je hem nog iets intensiever, dan zak je door bij ieder stapje in je benen. Nog 10 seconden. En stappen. 10 seconden. Dan gaan we zo meteen naar een uitvalspas naar voren. 15 seconden rechts, 15 seconden links. Go. Je stapt naar voren en je stapt terug. Stap naar voren en stap terug. Go. En wissel van kant. Goed zo. Over 5 seconden gaan we weer even stappen op de plaats. En stappen. Kom op. We gaan terug naar het knieheffen. We beginnen op rechts. 15 seconden. Kom op, hoe groter je beweging.
stevig. Wissel van kant. Vijf, vier, drie, twee, één. En stappen. Gaat het goed, jongens? Ja, zeker. Ja? Mooi zo. We gaan naar de hakbil. Rechterbeen. Kan op. Hop. Goed zo. Je bepaalt zelf je tempo. Je kan het rustig doen. Of wat sneller. Let op dat je standbenen zacht is uit het slot. Dat je een beetje meeveert. Nog 5 seconden. Gaan we weer stappen op de plaats. En stappen. Heel goed. Gaan we zo meteen wisselen van been. 5 seconden. En start. Het kan zijn dat je misschien verschil merkt tussen links en rechts. Dat je aan één kant wat sterker bent. Wat minder snel verzuurt. Of wat makkelijker beweegt. Dat is normaal. Dat aan één kant die beter gaat dan de andere kant. Dat geeft helemaal niks. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en stappen. Kom op. Over 5 seconden gaan we naar de staptik. 3, 2, 1, dubbel staptik, hè. Hop. Je kan hem klein houden, alleen de voeten. Of je maakt hem groter. Neem je armen mee. En eventueel mag je ook wat dieper doorzakken in de benen. Wordt je ook ietsje intensiever. 15 seconden nog. Kom op. 5, 4, 3, 2, 1. En stappen. Kom op. Let op, zo meteen. Pas naar voren, tik naar voren. Begin met het rechterbeen. En go. Dat is je optie. De zwaardere optie. Vind je het te zwaar? Dan breng je alleen één voet naar voren. Wissel eventueel even van kant. Neem je armen mee. Beweeg lekker groot. En dan gaan we weer stappen op de plaats. Laat lekker je hartslag een beetje zakken. We gaan rustig stappen met de cooling down in. En dan maak jezelf even lang. Strek jezelf uit. En dan buig je rustig naar voren. Laat je armen gewoon hangen, gewoon uithangen. Je hoeft de vloer niet te raken. En dan rol je jezelf rustig op. Strek jezelf weer uit. Maak jezelf weer lang. Kom weer rustig voorover. Lekker uithangen. Dan rol jezelf heel rustig op. Gaan we weer heel even stappen. Netjes, 5 seconden. En dan blijf je weer even staan op de plaats. Dan maak je even rustig een buiging. Intaille. Wissel rustig naar de andere kant. Je heup en je ribben naar elkaar toe. En wissel. En wissel. Voel dat je hartslag daalt. We gaan nog één keer de andere kant op. Even stappen op de plaats. Vijf seconden. Dan gaan we rustig eventjes draaien met boven.
bovenlichaam. Draai je heel mee los. Heel goed. Gewoon soepel, rustig. Dit was de workout voor vandaag. Goed gewerkt, jongens. Beste mensen thuis, bedankt weer voor het meedoen en graag tot de volgende. Breda Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.